Waarom kun je hier gewoon niet tegen dat dat hier onze kamer is? De man, ik ben weg. Holy kut, jongen. Ik krijg die schoenen nog niet aan. Laat staan dat ik ga kunnen snowboarden. Phoebe, ik kan het! Come on! Phoebe, woe! 180 klutsen! Maar ik sta boeien om naar preski gaan, ja. Goed, het! Dus we kwamen dan aan de après-ski bar, wat super chill was, en dan kregen we een opdracht. Ik veronderstel dat jullie uitgeput zijn van skiles. Ja. Dat is jammer, want we gaan al heel lang door. Jullie moeten nu op de après-ski een date fixen, want morgenavond is het date night. Maar allee, jullie date moet je doen aan één van deze kaartjes. Dus ze mogen allemaal eentje nemen. Nee, fuck dat. Ik ben hier nog eentje. Dit is echt niet chill, jongen. En per date die afkomt... What the fuck? Oh, hey, maar gast. Wat staat er op jouw kaartje? Hij of zij heeft een donkere huidskleur. Hij of zij heeft een kleurrijke outfit aan. Hij heeft meer dan 10k volgers op Instagram. Moeilijk. Hij heeft blond haar en blauwe ogen. Dat is makkelijk. Ja. Ja. Hij heeft een sixpack. En van jou, Mattie? Hij of zij heeft rost haar. Maar jongens, morgen ben ik er helaas niet meer bij. Maar jullie goede vriend, de tablet is er wel bij. Dus bij deze, nice, alsjeblieft. Merci. De vertrouwde tablet. Die gaat erover. Applausje voor Jimmy Lee. Kort applaus. Cute. Maar ik ben zo verlegen. En ik stel voor dat we erin vliegen, want het is een nice apres-skietje. Kom. Onze eerste stap was alcohol. Ja. We moesten een beetje losser worden, dus... Om het eerst een beetje bier drinken om los te komen. Hallo, mag ik iets vragen? Een fles in Nederland. Ik ben wel Dekmek en ik moet voor een opdracht een date zoeken voor morgenavond. En ik moet blauwe ogen hebben en blond zijn. Op restaurant. Echt? Oh, jammer. I don't want it. Ja, bedankt, hé. Jij doet dat niet, hè. Ik kom jongens voor jou beginnen doen, hé. Maar ik ben wel een goede vriendin, hé. Ik wil jou gewoon wingwomen, hé. Je bent al even stiekem geweest. Dat was lekker gewoon een date, hé. Je moet daar niet mee trouwen. Weet het, ja. Oh, dit is een bebis. Maatje, we hebben er net een opdracht gekregen waarbij we voor elke date 30 euro krijgen. Klopt, hè? Ja, klopt. En we gaan rondkijken of we iemand met sixpack of een donkere huidskleur vinden. En dan denk ik gewoon zo, hola guapa. En dan fixen we dat. Dan... Ah, lekker! Is dat maar allemaal echt een goede sfeer, want dat is echt perfect. Iedereen was happy. Als je van de dag, want eigenlijk echt een lastige dag, maar dat preski was echt zo... Ontlading. Ja, en zo. Ontlading. En dat was zo leuk. En ja, we waren zo ook onder de mensen en zo. Ah. Ik heb daar op tafel gesprongen. Ik kon het weer niet laten om hier mijn hart te schudden. Ja. Het zit in mijn heen en heen. Nou. Shake what your mama gave you. Ik moet een date fixen. Hij of zij heeft een kleurrijke outfit aan. Een kleurrijke outfit. Sowieso de Victor. Wilt jij morgen met mij gaan eten? Ja, zweet. Ik ga je zien, hè. Wacht, ja, komen, hè. Oké, okay, nice, man. Wij moesten een date fixen. Ja, stoot. Ik ben een oude schoolvriend tegengekomen en ik heb hem gevraagd dat hij mijn date wil zijn. Dus ik heb een date gefixt voor morgen normaal. Yeah, boy. Nee, eerlijk. Ook echt moeilijker dan je dacht. Maar er was niemand. Dan was er zo één iemand die gewoon bruin was van de zon, zeg maar. Maar ik weet niet wat dat gaat goedgekeurd worden. Oké. Wij moesten een date fixen en jij bent blijkbaar... Een beetje bruin, ja. Een beetje bruin. En jij bent van welk land? Argentinië. Argentinië. Dus, ik zou het leuk vinden, moest jij met mij op date gaan morgen om 7 uur. We gaan samen op restaurant. It's a wrap. Beestje.
Opeens zien Brent zo aan het crowdsurfen. Echt? Ja, dat was zot, man. Dus die jongen heeft blauwe ogen en blond haar. Ben je vrij morgenavond? Ja, zwaar zo. Ja? Ja, ja, ja. Wil je om 8 uur bij ons komen? Ja, ja. Ik kom nu. Ja, het is 8. Oké, goed. 8? Ik heb het deur! Een jongen vond die daar nog knap was, met geen 10.000 volgers. Ja. Ik ging gewoon doen alsof hij 10.000 volgers omdat hij knap was. Dat ja, komt. Jij mag mee, Hanni, met mij. Ja. Ik heb een zus. En je gaat die nu tonen aan mij. Ik ga die nu tonen aan u. Tot kerel. Jij bent mijn nieuwe date van morgen. Hey. Ah, leuk hoor. Hallo. Hij heeft nog niet echt de kans hier. Oké. Ja, misschien wel. Mathies durft zijn neusgaten niet tonen. Dan heb ik wel echt iemand van met 10.000 volgers. Ik ga die andere jongen moeten cancelen. Maar ik heb zijn contactgegevens en mijn notities. Die ziet al wel, hè? Wat? Die ziet al wel, hè? En heeft een girlfriend. I'm sorry. Not sorry. Slutty. Ja, het is niet omdat er keeper in was, alleen niet kan scoren. Mam, Cassie, alsjeblieft. Dat is niet waar. Ik zou dat nooit doen. Ja. Arthur, ik moet voor een challenge een date meenemen met minstens 10.000 volgers. Wil je mijn date zijn? Nee, sorry. Dus gefakt. Oké. Nee, nee, Cassie, tuurlijk wil ik je meenemen als date. Letterlijk eerst afwezen en dan denken dat ik hem nog wel. Was hem op? Ja. Ja, ik wil hem nog steeds. Oh. Hoe was de zoektocht bij de dates eigenlijk? Oh. Bij mij verliep dat wel nog toe. Ik wist dat er wel een paar mensen waren die ik kende. En ik dacht van ja, ik ga niet voor een grietje gaan. Dus ik dacht, ik ga voor een kerel die... Dat is verstandig, man. Je hebt de gast mee uitgevraagd. Ja, die in kleur was. En ik zag een lagere schoolvriend van mij. Dus ik dacht, ik heb gekozen voor een jongen. Alle bewust, omdat ja, ik heb een vriendin. En ik wil gewoon geen verkeerde indruk geven, ook al stelt dat niks voor. Ik ken het, dat is gewoon een beetje uit respect. Maar ik heb een Brent ook. Allee, dat is wel een gast. Dus ook liever een vrouw als date. Ja, ik ook, met alle duidelijkheid, maar... Ja, ja. Uiteindelijk. Het is niet omdat je date met iemand voor het programma dat je daarom daar iets mee gaat doen, hè. Voilà, dat is mooi gezegd, man. Goeie gast, hè. Ja, man. Ik heb ook een jongen gevraagd. Een Ros. Ah, serieus? Maar ik heb dat niet gefilmd. Ah, echt? Dat is wel jammer. Dat was s'avonds toen. Het was al donker. En ik had een gast gezien die op Ed Sheeran leek. En ik dacht van ja, welke kleur haar heb jij? Die zegt bruin. Ik zei niet roze, die zo. Ja, oké, okay, misschien ook wel een beetje ros. Ja, er waren geen rosse vrouwen. Ja, we keken van rosse vrouwen, vrouwen met sixpack vrouwen die donker waren. Er was niks. En Gilder. Het Gilder een lekkere chimmy. Ik heb dat niet gevonden, maar ik ben wel op een super geniaal plan gekomen. Ik verwacht gewoon... niet anders, Fanny. Als ik gewoon een meisje zoek en ik teken met alcoholstift gewoon een sixpack op haar. Hey, maar Gilles, je mocht ook een hij mee pakken. Hè? Nee, man. Op papiertje stond hij of zij, dus hij slash zij als date. En in Gilles zijn ogen is sowieso echt een vrouw. Of kan ze ook gewoon een kratje bier geven? Ze moesten een sixpack hebben, maar een sixpack van wat? Dat is waar. Oh, ja. Brent, en jij? Iemand, Wij hebben echt, maar echt, de hele tijd rondgelopen. En we hebben echt iemand met een donkere huidskleur gezocht. Niemand gevonden, maar er was zo één meisje. En die zag er mij inderdaad wel een beetje bruin uit. Maar die was van Argentinië. Ik hoop, als ik haar morgen fix op de date, dat ze goedgekeurd wordt. Echt, ja? Ik heb twee dates. Die heeft er twee. Twee dates? 60, hè? Eén dat ik niet zo into ben en één die echt nog 30 is. Dus. Welke dingen had je Ik heb al? Twee dates. Dus ik heb een extra. Met 10.000 volgers? Ja. Ah, ja. Arthur, twee moeder? Dates. Wie dat? Arthur Lewis en een van de Jannes. Hoezo heeft Jannes 10.000 volgers? Doet hij speciaal? Hij beweerde dat tegen mij dat hij 10.000 volgers heeft. Ah, ja, okay, ja. Ik roep hem op zijn woord. Die kan natuurlijk als een oplichter zijn, maar we kunnen het zien wel. Hè. Maar kijk, volgers maakt niet uit, hè?
Het is het hart dat telt. Hij was heel gemotiveerd en hij had er zin in, dus dat is het belangrijkste. Wie moet er nog een date fixen? Gilles. Gilles, je kan vanavond een beetje uitgaan om een date fixen. We weten van Gilles, Gilles is echt kieskeurig. Dus. En anders vragen we gewoon ze bieden aan een DJ, heeft er iemand opgespoten lippen en fake tieten? En dan is het voilà. Voilà man. En door een opgespoten borsten lijkt je nu apps groter. Geen stress, broer. Op dat Andorra. We vanavond Gilles een date kunnen fixen. Ja. Jij hebt die date gevonden? Ja, hij hebt hem gevonden. Nee, Kessie had het gevonden. Ik zeg, wat broer, heb jij sixpack? Ja. Maar die was mega excited hè, voor je date. Ja man, die was echt gelukkig. En gaat jij er een happy ending van maken? Nee. Gilles heeft de luxe en Brent heeft de praatjes. Ja, Gilles ziet eruit als een fuckboy, ja. Maar eigenlijk is Brent de fuckboy. Brent is de fuckboy. Maar ik zou dat eerder van Gilles verwachten, maar Gilles doet eigenlijk echt niemand binnen. Die staat daar, echt gewoon op zijn eigen en zo dom doen met de jongens. Dat is echt gerust. Echt. Het is geen slutje. Het is echt geen slutje. Je zou denken dat hij braaf is. Dat klopt ook niet. Je zou dat denken. Je zou dat denken. Zeg, pak eens aan. Broekje toe, krijg mijn broekje dicht. Ik ga vrij binnen. Gezellig samen naar huis gaan. Hey Dutchie, Mati, je moet niet in je broek pissen, hè? Ik pis niet. Maar jongen, dat is een broek. Waarom moet je broek? Ik krijg mijn broek niet dicht. Hey boy, ik ga je broek niet toe doen, hè? Raar. Ja, hey Dutchie. Maar raar? Wat er daarna is gebeurd, was wel nice, hè? We zijn teruggegaan, ik, Dutchie en Brent. Ik zeg soms zo tegen hen, steek iets tussen de deur. Hey, die heb je niet gedaan, man. En we kwamen toe op de kamer en ja, daar is van losgebroken. In mijn ogen zijn we direct gaan slapen. Nou, als we dan... ik wist echt legit niet dat jullie... Allee, ik ken het, jullie hebben blijkbaar veel lawaai gehad, maar ik wist daar niks van. Hè. Weet je nog wat er allemaal is gebeurd of zet je de beelden moeten terugzien? Ik weet het nog, man. Mathies! Ewa Mathies! Oh ja, lele. Ik voel me plots weer zo, oh ja, lele. Doe het nog een keer zo, oh ja, lele. Wat kan ik ook doen? Allee, stop! Allee. Allee. En maar dat stinkt, hè. Voilà. Una, oh, meneer. Oh, Gilles. 3, 2, 1. Dungeon is gevallen. Even. Dungeon is gevallen. Waarom vallen? Hier, over de tafel zie je vallen. Plus, hier een tafel of een stoel, er viel gewoon iets. En ik dacht van, what the fuck, wat de fuck, ik heb ze hier kapot gemaakt. Ik weet niet wie de fucker wife gaat een baan, een tafel, een stoel, een kast. Weet je hoe laat het hier is eigenlijk? Ja, hier is respect voor andermans spullen ook. Ik denk dat het in je huis dat je die kot kan afbrengen. Ik weet niet wie dat was, maar Ja, maar ik vond het wel een wijze nacht. De rest vond ik blijkbaar niet zo leuk. Omdat we heel mensen wakker houden. Maar wakker houden, ik ben gewoon zo van het principe, oké, ja, we komen wel later thuis. En we hebben inderdaad nog een half uur lawaai zitten maken en Tom doen. Maar kijk, weet wat het is? Hij komt op vakantie niet voor het slapen. Hè? We waren allemaal moe. Ik ga dan vroeg naar het expres om te slapen. Als je wil feesten, blijf op het feest. Breng het feest naar het huis waar ik aan het slapen ben. Allee, beetje respect, hè. Maar ik snap dat wel, dat is sowieso. Een beetje overbodig. In mijn ogen ben ik gewoon echt toegekomen. Ik weet zelfs niet hoe of... Ja, wij doen gewoon als ding. Zo, zolang dat wij ons amuseren is het goed. We zijn wel een beetje egoïstisch, maar... En ik heb daar allemaal doorgeslapen. Ja. Persoonlijk ja, dus... niet hoe dat ik... Die is niet wakker. Die was zo hard aan het snurken. Hij was niet wakker, hè. And so, World War 3 begins.
Hasten. Moest ik anders voor allemaal slapen? Ja, we gaan allemaal slapen. Leg je in je bed naast, doe je deurtje toe en ik ga ook slapen, ik ga ook echt slapen. Slap wel. Super boos. Ja, sta maar op hoor. Wat denk je eigenlijk? Je woont hier niet alleen. En als ik dat niet proper en dan ben ik dat niet proper. Hou gewoon niet bek, hij komt hier 's morgens mij wakker maken op een kut manier. Ik zal wel opkussen, hè. Ik wil dit echt vieze fuckers, man. Hebben we een foto of niet? Ah, ik hou van foto-opdrachten.